is toch niet zo eng. Godzame zeg. Ik probeer hier gewoon een fatsoenlijke intro te doen. Nee, meneer Excuse. Moet... Meneer moet weer creepy achter mij komen staan. Anyway. Hallo iedereen. Het heeft even geduurd voordat ik weer een video ging doen. Een beetje persoonlijke problemen gehad. Maar we zijn weer terug. We zijn een... nieuwe Minecraft server, deze keer vanilla Minecraft, dus gewoon... Ja, dat vanilla. Is. ik heb een beetje rondgelopen en ik heb dit een beetje als plek gevonden van waar ik mijn huis neer wil zetten, Chris. Mijn huis. Fight me. Oh. Oh. I mean, jouw huis. Go ahead, bye! Kijk, dit is waarom Chris zo handig is om mee te spelen. Hij accepteert gewoon dit soort dingen. Laten we geen overhaaste beslissing maken hier. In ieder geval, ja, ik heb dus al een aantal dingetjes. Ik heb al wel een bed. Ik moet eigenlijk alleen nog even een furnace hebben. Oh, furnace. Look at that. Look at that achievement. Yes. En dan heb ik dadelijk gewoon... Oeh, licht. Hoe kom je aan licht? Oh, furnace. Furnace, die aanstaat. Furnace aan. Omdat ik er raw mutton in heb zitten. Mm. Mijn furnace. Ja. Ik zag je dat denken. Dat vind ik knap. Je ziet mij iets denken. Ik zie jou denken. Sowieso. dat is alleen zo irritant. Dit duurt zo lang. En weet je... Dat is inderdaad wat jij net... ja? Dat is wat jij net ook zei. Zo van, je bent zo gewend aan Sky Factory nu. Dat je gewoon zoiets hebt zo van... Hé, veen mine. En... En Ultimate Furnace. En snel. En ME-storage. ME-storage en dat soort dingen allemaal. En dat hebben we nu gewoon niet. Chests. Heel veel. Ja, geen loot. We hebben ook geen lootbags. We hebben ook geen lootbags. Nee! Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Oh, ik vond sommige dingen toch wel leuk. Ja, dat wel. Maar ze waren best wel irritant soms. Vooral het aantal dat we hadden. Ja, daarom. Ik bedoel, Sky Factory was echt geweldig. Wat de... Nee... Wat is hier dan? Stukje hout is weg. Cry baby. Ja. Hey. We zitten in een heel bomenparadijs. En ons... Bomenparadijs. Schreeuw je over één stukje hout. Ja. Want hout. Dat scheelt weer moeite, dat klopt. Juist. Wanneer is de nacht voorbij? Ja, dat weet ik niet. Het duurt best wel lang, moet ik zeggen. Ik ben deze gigantische boom even neer aan het proberen te halen. Dit ding is echt groot. Mm-hmm. Dus, lekker veel hout. Mooi. Zekers. Ik heb een strategie bedacht, hou doen. Oh god. Wat ga je doen? Secrets. Secret stuff. Zodra Chris zegt secret stuff, don't just let him do it. Want het zal nooit goed zijn. Oh god. I have found enemies. Ik hoorde het. Oh, oh hallo. Hallo. Daar is gewoon weg. Monsterhunter. Nou, nu weten we het allemaal. Chris is een monsterhunter. Ik wil een nieuwe axe hebben. Ik zie niks. Oh. Niet veel beter. Ik ben nou zielig. Maar ja. Ho, fuck! Ik ben blaadjes kapot aan het slaan met mijn bed. But why? Because I can. Damn it.
Kazakankan. Waarom moest er nou weer een spider in mijn weg zitten? Oh, wat ben jij? Secrets are involved. Sure. You just don't want me there. That is the truth. Because you know I'll be better at it. Probably. Dit is echt een grote boom trouwens. Ah, kut. Zie je, daar heb je het al. Oh, fuck. Ja, wauw. Okay. Nee. Ja, we hebben nog één probleempje. Chris heeft hier geen bed. Oké. Okay. Dus ik ben OP in deze server. Dus ik teleport hem even terug. Ik zag een Enderman. Ik weet het, het mag eigenlijk niet en ik wil het ook eigenlijk niet doen, maar ik vind het zo zielig als hij zeg maar terug moet lopen en niet weet waar hij naartoe moet lopen. Lel, dat is de waarheid. Vooral dat tweede. Hé, het wordt weer licht. Het wordt licht. Ik zie een lichtpuntje. Aan het einde van de tunnel. Het is meestal geen goed teken. No, skeleton, no. Bad skelly. Skelly bad. Chris heeft problemen met skeletons. Skelly bad. Skelly stop. Skelly burn. Skelly burn soon. Wat ben jij? Secrets. Je weet dat ik zo naar je toe kan komen. Ja, komt goed. Skelly burn. Dus ik zie jouw naam staan. Skelly! It's time for you to burn! Ow. Ze zonder moeite hitten, dat gaat niet meer, hè? Nee, klopt. Het is echt moeilijk tegenwoordig. What the fudge? Maat, just stop. Skellies! Okay, ik kom er dadelijk. Ik loop wel een keer mee, ja? Oké. Okay. And I will show you how to do this. Waarom zijn skellies zo agressief sterk? Wat? Oh, hello. You die. Waarom loop je dat ook zo, maat? Dan ben je al meteen half dood. Gast. Hoe zijn die gozer zomaar zo sterk? Omdat je nog niks hebt. Maak alsjeblieft een bed of zo. Onder het bos. Ik heb alleen nog één wol nodig. Oh, dan moet je nog even één schaap killen. Schaap vinden. Maar hoe werkt het nieuwe systeem met dingen killen dan? Wacht, je hebt die crosshair waarschijnlijk nog niet. Jawel, ik heb de crosshair en ik zie een zwaard, maar... Oh, oké. Okay. Als dat zeg maar aan het laden is, dan betekent dat na het laden pas weer de volgende fatsoenlijke attack komt. Dus je kunt niet meer echt spammen. Spammen. Leven is moeilijk. Jij bent moeilijk. Hey, appel. Ik ben moeilijk. Ja. Yep. Maar dat wisten we al. Ja. Waarom is... Oh. Blokhout. Waarom werkt het allemaal zo raar? Dat Minecraft, get back to me being normal. Dit is Minecraft normaal. Dat is het erge eraan. Chris heeft lang geen normal Minecraft meer gespeeld. Zeg maar, al zo lang niet meer dat ik... Nee. Zeg maar, ik ken nog het echt oude Minecraft. Toen Minecraft in mijn jonge jaren... Toen nog goed was. Jouw jonge jaren, maat. Weet je hoe oud Minecraft al is? Ja, Minecraft is best oud. Dat waren niet jouw jonge jaren. Jij zit nog steeds in jouw jonge jaren. Ja. Ja, echt wel. Problematisch. Hallo, hoe oud ben jij nou? Oud genoeg om dit te spelen? Zeg maar dat het niet waar is. Nee, ik zeg niks. Goed zo. Ik weet dat het waar is, maar dat was niet mijn vraag. Nee.
Dus is ook niet het goede antwoord. Het was niet een antwoord op de vraag. De vraag is dat een goed of slecht teken? Slecht, sowieso. Nee. Meh. Bed. Heb je nou een bed? Ja. Oké, volgende nighttime ga je erin slapen, ja? Ik heb hem geplaatst. Goed zo. Net als een birdchapje. Oh wacht, die wil je misschien hier niet. Misschien was je aan het opruimen. Ik ben juist dingen leeg aan het maken hier inderdaad. Dat dacht ik al. Mijn tactiek gaat verder. Maar dan moet ik hier vanaf... Nee, moet ik eerst slapen. Ugh. God, oké. Zo jouw tactiek gaat verder. Ik moet... Maar je bent die dingen ook allemaal weg aan het halen. Ja. Ik vind maar dit is niet... Is dit mijn tactiek? Nee. Het kan wel een onderdeel zijn. Tactiek. Het is wel onderdeel van mijn plan. Vraag eens hoeveel waarde het gaat doen. I need masterplans, oké? Okay? To survive such a simple night, I need masterplans. Gast. I mean, ik ben 2 keer doodgaan door dezelfde skeleton. Ja. Yeah. I had no chance. You always have a chance. Nope. Oh. Oeps. Wat? Niks. Oh shit. Mezelf een beetje opgesloten in een boom. Fijn hè, al die saplings die er komen. Niks mis mee. Fuck. Moet je ze hebben? Nee hoor, mag je houden. Kijk, dat hoor ik nou graag. Ik moet eigenlijk stenen hebben. Hoeveel heb je nodig? Ik heb nou wel lekker veel hout. Nee, op mezelf. Nee. Nee, het zijn jouw spellen. Oeh. We gaan hier toch geen oorlog van maken, hè? Anders ben ik. Misschien. Oh, fuck. Well, I resign. I surrender. I feel like a Frenchman now. No offense. Maybe a bit. Maybe a bit offensive. Yep. Maybe triggered. Yes. Nou betwijfel ik dat er echte Fransmannen dit gaan kijken, maar die er ook iets van kunnen verstaan. Vooral het verstaan zal waarschijnlijk niet zo makkelijk gaan. Maar mocht er iemand zijn die Franse familie heeft... Really shit. Chris, you're fucked. Yes, I am. Nou ja, eigenlijk niet, maar dat is weer een ander detail. Ja, klopt. Mocht jullie afvragen wat de fuck aan het doen ben? Ik ben... Plateautje. Een plateautje aan het maken, inderdaad. Waar mijn geweldige huis op komt staan. Oh, ja. Wat? Niks. Wel. Nee. Jij wou iets gaan zeggen. Nee. Ik zag het. I deny everything. I deny. You cannot put these charges on me. I deny. Je weet dat dadelijk jouw bed weg is, hè? Fly, you fools. Ja, zullen we dat maar even niet gaan doen? Oh. Hm? Dat was mijn strategie. Hm. Om te gaan vliegen. Yep. Hm. Aparte strategie. Ja, leuk hè? Ligt er maar net aan wat je leuk vindt. Dan heb ik alweer geen...
dat ding gaat zo snel leeg. Ja, dat krijg je als je wooden shovel gebruikt. Yep. Maar dit is best een mooi plateautje aan het worden zo. Redelijk wat ruimte moet ik zeggen. Wow, oké dan! Wat? Wat is fuck is diorite? Diorite, dat is een soort steen. Oké. Okay. Waar je vrij weinig mee kan. Oké, okay, is gewoon een building. Ja. Ah. Dus als je vraagt waar ik ben, well, I have no idea. Ik zie je naam ook niet meer. Oh jawel, heel klein. Ergens beneden. Oh. Ik sta nu boven je. Oh, hallo. Ik zie jou lopen. Hi. Hi. Ja, ik ben van plan om hier een trap naar beneden te maken, zeg maar. Vanuit mijn huis. Oh ja, dat ga ik ook doen voor je. Wacht, dat ga jij nu doen? Een soort van. Soort van. Don't fuck up my mountain. Already done. You might be a little too late. You will see. This guy. Ik bedoel, er gaat gewoon geen kool meer in zitten, bijvoorbeeld. Maar dat is op zich niet zo heel erg. Ik bedoel, het wordt gewoon een gatenkaas, maar... That's exactly how I do my mountains. Like Swiss cheese. Yes. Hey, je had hem in één keer door eigenlijk. Ja, ja, ja. Hey, ik snap dingen wel, hoor. hoe dom denk je dat ik ben, maat? Schaal van 1 tot 10? Ja. Ik wist niet dat jij schalen herkende. Fuck je. Yes. Liever niet. Nee, inderdaad. Zo knap ben ik nou ook weer niet, toch? Nee. Kijk. Kunnen we het zeer over eens zijn. Eigenlijk iets waar we toch mee eens zijn, inderdaad. Zo. Oh, die was slecht. Maat, haal je crafting bench hier weg. Ja, ik kom ophalen binnenkort. Te laat. Moment. Hij staat nu lager. Oké. Okay. Daar kan ik mee leven. Deal with it. Ik ben het een beetje op ontvullen. Sommige stukjes. Die het nodig hebben. It's becoming night time. You want to sleep? Soon. Moment please. Too late. Come on, dude. Sleep. Do I'm it. In a bed. Oké. Let's do this. Bam, oké. Ja. Nice. Oké, top. Dan moet ik eigenlijk weer even een axe hebben. Ik heb echt heel veel oak wood planks. Nice. Gewoon zo van. Maar als je diorite in een furnace steekt, gebeurt er niks. Helemaal niks. Dat is een hoekje. Oké. Prima. Deze birch tree gaat neer. It's going down. Timber. Wat? Yep. Ja, ik zag het. Dat is een hele normale uitspraak voor houthakkers. Het ergste is, hij heeft gelijk. Dat weet ik. Ik denk, ik druk het ook even uit naar de fans. Mijn teleurstelling is groot. Hij heeft gelijk. Vindt hij niet fijn dat ik gelijk heb? Nee. Even kijken. Oh. Oké. Okay. Oh, fuck.
What happened? Are you alive? Ja. Oh. Dat is goed, ja. I was going to fix this. Wat ben je aan het doen? Niet nu. Oh, de haat. She's a problem. What answers. Wat? Wat? Hoor je dingen? Oké. Okay. Hoor jij dingen op dit moment, of hoe zit dat? Ik hoor dat jij dingen kapot aan het maken bent. Do not worry about the thing. Because every little thing is gonna be alright. Uh-huh. Does this console you? What? Good. Actually no, but okay. Good. Good. Kill him now. Basically. Sorry, even Star Wars grapje dat is. Mocht je het niet doorhebben. Jawel, jawel. Oké, gelukkig. Juist. Hij snapte hem. The fuck. Oké, dit is een redelijk groot huis. Ja, nou niet these guys. Nee, niet dik. Let's take these guys yes. Away. Oké, nu weet ik waar mijn vloer komt. Dan is het nu tijd om die vloer neer te gaan zetten. Hey! Wat? Niks. Niks. Hey! Wat schrok? Nothing. not sneaky geek like or something. Nah. Nah, dat doe jij niet aan, toch? Nah. Nah. Tuurlijk niet. Ik? Nee, dat zou ik toch nooit doen. Nou. Wat ben je allemaal mee bezig trouwens, want... You do not have to concern yourself. You do not have to concern yourself with such foolishness. Exactly. Which is... Fuck you. Serieus, shovels gaan echt ziekelijk snel kapot. Yep. Best wel. Ik ga er nou gewoon een 4 maken. Okay. Ik heb shovels nodig, oké. Okay? 1, 2, 3. Oh. Like I said, you do not have to concern yourself. Do not worry. Gast, waar ben je allemaal mee bezig? Do not worry, my friend. I have got this. Uh-huh. That is what worries me. No. That's exactly the problem. You will find this mountain quite man-made. Maar je hebt gewoon een hoop kool weggehaald. Zoiets. So laat het daarop houden. Oh god. Like I said, you do not have to concern yourself. Okay. Have trust. Mm-hmm.
That sounds terribly fine. Uh-huh. Very. And again, no show. What? No, shuffle. Nee, shovel. Weer luisteren, maat. No, I heard you, but I was just not going to. Yes, I made the jump. I did it. Look, mom, I did it. Mom, get the camera. I can do this. I can do stuffs. Yep. Not in real life, but... Does not matter. Who cares? God, wat zijn we erg. Yep. But that's okay. Yeah. Because we are both equally... Moronic. Yep. I see the light! Again, positive. Keep thinking positive. Mm-hmm. Well, I knew this would end it. And somewhere. What? Nothing. Nothing. Gewoon, hoe jij dat zegt, weet ik gewoon al dat er ergens iets niet klopt. Nou. It makes me suspicious, okay? Yep. You have that right. You have that right to find me suspicious. I know. Don't like it. Fuck. But, again, do not concern yourself with the problems of morals. Supreme Overlord. You what? Right. It's time to take the stairs. It's Supreme Overlord. I built you a stairs. I built myself a stairway to heaven, I guess? Oh, die was te makkelijk, sorry. Stairway to heaven, maybe? Oh, sorry, die was gewoon leuk. But master! Waar ben jij? Look at what I craft you. Welcome. Hoezo ben je daar? What? To my hole in the wall. What the... This is my hole now. Welcome to my mine. It's going to be a farming place at night. But, well. Welcome. Hoe kom je daar binnen? Well, jump. Ja, maar dit is echt een klote jump. Nee, het is al zo ver, zeg maar, eerst als dit gewoon normaal. Ja, het kan ook. Nee, maar eerst was dit gewoon zeg maar normaal dirt omhoog. En toen ben ik omhoog gejumpt en toen zat die kool. Het was iets van, ja, nee, dit wordt eigenlijk best wel mijn base. Kut. Dan moet ik wel weer terug in mijn base komen voordat ik dood ga. Ja, oké. Okay. De jump is niet zo heel moeilijk. Oh man. Ook gewoon het feit dat hier dan opeens zo'n gat zit. Stuff will be fixed, though. Ik hoop het voor je. Ah, ik doe mijn best. Mie. Het is ook echt gewoon zo'n willekeurige trap opeens. Nou, ga slapen. Helemaal niet willekeurig. Wel. Maar de deur is nog open. Wel. Ik heb nog geen deur. Ja, oké, dat laatste stukje. Maar dat komt nog. Ik was nog niet klaar met afbouwen. Wat maakt het uit van je deur? Who cares? Dat moet ook een heel mooi trapje. Ik weet alleen nog niet waar vandaan. Ik heb torches. Nee. Ja, die laatste naar rechts is een beetje. Je hebt nu zeg maar ook niet dat F7 ding zo van dat je lichtlevels kunt zien. Nee. Dat is wel jammer. Dat is iets van, do it. Wat vind je ervan? Kijk, dan kom ik bij jouw huis. Oh. Hi. Bij jouw huis. Hi.
Wat doe ik hier? I'm weet out. Ik niet. Ik ook niet. Oh, ik weet het. Nee. Ik weet, je weet het helemaal I'm, niet. I'm indecisive. Ik zie je ook echt zo. Eerst naar links, dan weer terug. Dan weer terug. Wat doe ik? Ik weet niet wat ik moet doen. Help me. Come on, jump. We can do this. Good. Oh, god. Als ik het goed heb, is nu dit stuk goed verlicht. Maar ik hoop het. I think it needs a bit more space. What are you doing? You do not have to concern yourself with morals. Fuck. Mortals. Gast, fix je ingang, echt. Serieus. Difficulty number one. Oh man, het is echt zo irritant. Ook wat spin. Dan heb ik string. Wat frik jij, ja, jongen. Ik ga spruiswoord halen. Want, doei. Dat is mooi. Ik ga naar de andere kant en naar die heuvel die daar is. Naar die berg. Doei. Schaap! Doei. Killing all the sheep. Food. Hey, kijk, cool. Ik ben niet jaloers. Waar ligt het? Ik ben niet jaloers. Where is it? Bring me to it. Oh man. Maar verder ben ik niet jaloers of zo. Nee. Kom dan erbij. Nou, het is niet heel erg veel eigenlijk. Nee, nog meer. Damn it. Where have you found that shit? Somewhere. You don't know. Over. Somewhere over the rainbow. Rainbow near. Hoeveel heb ik nou? Oh, ik zit op 26. Charcoal. En kun je ook gebruiken als kool. Ja, toch? Mhm. Zelfde effect. Maar brandt charcoal niet veel meer? Nee, maar niet uit. Maar hoe maak je charcoal ook weer? Van gewoon wood. Ja, wood en wood, en dat doet het niet. Gewoon wood, hè? Geen wooden planks. Ah. Fuck. Heb ik niet. Ik had misschien mijn crafting table mee moeten nemen. Ja, dat heeft wel zo zijn handigheidjes. Misschien, hè? Hè, toch? Misschien, ja. Laten we beginnen met plan nummer A. Nummer A. Het spijt me, het is nog vroeg. Nee, serieus, het is wel heel laat geweest. Maar by the way, het is 9:30 ondertussen. Het is de laatste paar dagen echt heel laat voor mij geweest. Het is niet slim. Ik kan niks aan doen. Wat ga je dan doen? Als je niks te doen hebt. Nee, ik kan er niks aan doen. Oh, je kan er niks aan doen. Ik dacht dat je zei, ik heb niks te doen. Oh, ik heb... Ja, te veel te doen. Daarom doe ik dit. Ah. Fuck. Oh, dan komt dit er ook nog wel bij. Ja, het is iets van... Ik heb nog genoeg te doen, maar laten we dit gewoon doen. Wat is jouw logica? Even kijken. Wat is jouw logica? Nee, even kijken. Nee, dat is niet een antwoord op wat jouw vraag. Sorry. geweldig. Moment, weet je wel, even in mijn boekje kijken. Mijn logica. Mijn logica. Het is vandaag... 25 november. Oh, dat is dus het hoofdstuk. Ja, oké. Okay. Nee. Oh god. Ik heb dit gemist. Gewoon deze randomheid. Mijn muur is fucked. Jij bent fucked. Ja, keihard.
Of ik moet hem... Nee! Hij wordt nooit meer mooi! Nee! Just like alles yourself. Valt in duigen. Ja. Je accepteert het ook gewoon dat ik het... Maybe. Ook gewoon echt zo van, oké, ja. Niet opletten. Niet opletten. La 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 la. La 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 la. Niet opletten. Niet opletten. Oh, maar dit is. Is het nou sproet of is het ook? Dat was ook. Was dat ook? Sinds wanneer zien ook leaves er hetzelfde uit als spruce leaves? Dat klopt niet. Game? Nee. Maakt me niet uit. Is niet mijn probleem. Fuck Torch! Waarom zit je nou weer in de weg? Hoezo zit er een Torch in de weg? Details. Details. Hoe kan een Torch in de weg zitten, wat? Verder dan het exact dezelfde muristiek. Nee! Ik hoop het leven. Ik heb niets voor niks mijn bed verplaatst. Dus ik heb zeg maar... Ja, dat is mijn... niet opletten. Anyways, ik had net heel netjes, zeg maar, cobblestone, ik wil namelijk, mijn binnenkant van mijn huis is gewoon van stone, niet cobblestone. Dus ik heb een muurtje verwijderd van stone, omgesmolten naar, dus krijg je cobblestone, omgesmolten naar stone, en dat ging ik gebruiken. Dan heb je het alleen verkeerd neergezet. Ja, gewoon precies, teruggehaald. Oh, dat zie je ook gewoon aankomen, weet je. Dus, I know the pain, man. I know. I know how it feels. Ik bed fucked vergeleken met alles. Maar anders is mijn kamer zo klein, zo groot. En dan, ik begin, weet je wat? Ik kan altijd nog uitbreiden. Juist. Uitbreiden is makkelijk zo het is. Heb ik Oké, ik heb één spruce sapling. Dat is goed. Dan kan ik zelf spruce bomen gewoon planten en gaan gebruiken. Yep. Het scheelt heel veel. Yep. Want ik wil namelijk spruce muren hebben. Oei, zo. Weet je toevallig, hè? Zeg het eens. Of een boom ondergronds groeit? Nee, het heeft licht nodig. Maar torches licht? Nee, het heeft echt gewoon legit licht nodig. Geen fake licht. En met glaspane en dan erdoor? Telt dat? Kan volgens mij wel werken. Dacht ik. Maar dan faalt mijn hele constructie. Ja. Ik wilde zelf voorzienend zijn met hout en zo. Dan in mijn cave. Wacht, cave. Dat kan. Ja, dat kan. Ook. Dat kan. Boonmeal. Ja, maar dan moet je ergens... Skeletons. Heel veel skeletons zien te vinden. Skeletons. You are my quarry now. Oh, ik heb net trouwens een schaap naar zijn dood laten springen. That's fine. They were too sheepish. Ah, ah, ah. Ba, ba, ba. Was it that bad a joke? Ja. Yeah. Yes, it was. Hi. Oh my god. Wat was dat? Hello, my lord. Oh, nee, maar dat je zo naar beneden viel. Ja, dat was expres. Ik moest aan de kant. Gast. Waar? Je ziet mijn dilemma, hè? Nee, maar je hebt ook echt zo'n deur. En dan is het nou gewoon van oké. Ja, maar zeg maar, eerst stond de muur hier. Die wilde ik weg. Dus toen had ik hem omgesmolten, bla bla. Toen plaatste ik hem weer hier. Dat is fucked up. Maar ja, oké. Ja, dat komt nog, het komt nog. Eerst beauty's on the inside, mate. Beauty's on the inside. Wat heb je gepakt? Niks. Oké, prima. Niks wat jij niet al hebt.
Oké, dat is goed. Denk ik. Dat is het enige probleem dat ik nu heb, is dat ik geen makkelijke access naar steen heb. Ah. Zo. So. Ik heb een kist nodig. What are we trading for? Nothing. I have a chest. And I have stone. Ik heb ook een chest. But not stone. Oké. Cobblestone. I do have cobblestone, not stone. I want cobblestone. Oké, hier zet ik even alle dingen in die ik nu niet nodig heb. Zoals dirt. Wil je do dirt? You have a bone? Nee. Ik heb wel een arrow. I can trade for bone. I should trade for bone. Let me see. Nee, ik heb geen bones. Ik heb wel veel oak wood. Hmm. En veel dirt. How did you make a sign? Ga slapen. How did you make a sign? Ga slapen. But my house is definitely not finished yet. Like, not even close. Gast, die van mij heeft alleen een vloer. Oké, okay, misschien ietsjes erger. I mean... Shine? Oh, wacht, deed dat niet met sticks? Ja. Yeah. Je hebt één stick en dan zes blokjes. Hout. Wel, hè? Mm-hmm. Oh, ja. Yeah. Oh, nice. Dat krijg je ook graag nog. By the way, de plaatsing van jouw trap sukt echt. Wat dan? Wat is er mis mee? Waar wil je anders je trap? Ik maak straks gewoon een betere trap, ja? Fine. Whatever you want. Thank you. I was just trying to give you access to your own castle, mate. Oh, damn. Ow. No, but honest. Ik had zoiets van... Ja, ja. Je ziet ook echt zijn hoofdje zo naar boven naar je bobben steeds. Fuck off. I fucked it. You will like this. Wat? Oh god. Heb je iron gewonnen? Nee, niks zo geks. Hm. Jammer. Fuck. I see a flaw in my design. You are. My entrance. Oh. Ow. Nee, mijn entrance burn is gewoon fucker. Is nog van True Hill. What? Dirt. I do not want this to be dirt. Good, that's better. Waar ben jij over aan het zeuren? Is dit goed? Is dit correct? Is dit juist? Nee. Details. Jij hebt altijd met je details. Oké, je moet wel echt iets doen aan mijn jump. En iets en aan je ingang. Wat is er mis met mijn ingang? Gast, je hebt zelf moeite om erin te komen. Het wordt nog moeilijker binnenkort. Oh god, maak het jezelf nou niet zo moeilijk. Ik heb alleen maar problemen. Moeilijk. Maar ik hou van moeilijk. Ja, fuck it. Godverdomme, heb ik nu. Moeilijk is een cruciaal in mijn design. Moeilijk is jouw tweede naam. Oh, ook dat. Cool. Ik ga trouwens wel lachen dat als ik een keer zeg maar een of andere kelder hier ga maken, dat ik dan gewoon in je huis kom. Zeg, hey Nick, hè. Als je nou eens daar dat niet ging doen, hè. Kelder bouwen in fucking mijn huis. Ze van, hey, kijk eens wat we hier hebben. Datzelfde geldt als ik een zolder ga maken. Ja, maar je zit best wel ver naar beneden. Ja, wel hè. Het wordt wel een afdeling.
Oké, dat was even eng. wat deed je? Niks. Eng. Eng. Even kijken. God. Heb ik die ruimte? Ik heb die ruimte. Ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Nee. Ga ik het doen? Ik kan het doen. Ik ga het gewoon doen. Zullen ze... Oh, we got a badass over here. Oh, dat kan heel prima eigenlijk. Oh. Je kunt trouwens dual wield doen, hè? Echt? Dat is voor torch. Ik heb nu torches in mijn ene hand en blocks in mijn andere. Hoe dan? Nou, je drukt op E. Dan heb je heel mooi jouw poppetjes zien staan. Dan heb je daar rechtsonder heb je een vakje. Ja. Als je daar inzet. Ja. Ja. Mm-hmm. Oh, I see. Okay. En dan met links plaats je de ene en rechts de ander? Nee. Hoe plaats je? Het is zeg maar als je dan een zwaard vast hebt of zo, of een pickaxe of zo. Mm-hmm. Dan kun je nog steeds dingen plaatsen die je in je offhand hebt, zeg maar. Fuck. Oh ja. Hello, Octrius. I need you. I require your assistance. Maar je kan niks met je pickaxe. Tenminste, ik heb nu een pickaxe in de zijkant en dan kan je niks mee. Nee, dat niet. Het is gewoon voor de show. Je moet het andersom doen. Dus je hebt je pickaxe in je rechterhand dan, zeg maar. Dus in je normale. Ja. En dan doe je bijvoorbeeld torches of blocks, doe je in je andere. Ja. En dan kun je dus... Ja, oké. Okay. Die dingen neerzetten, terwijl je nog steeds gewoon je axe vast hebt. Mm-hmm. En dat is soms best wel prettig. Mm-hmm. Oké, ik ga spruce saplings neerzetten. Appels. Please do not ruin this game. Please game, what, do not ruin this. Nee, please game, do not... Damn it, the game! Damn it! I told... What is wrong? Do not ruin my... What's wrong? So, ik heb... Oké, ik loop nu met twee blokjes rond. It is fixed. Oké. My irritation is not, but it is fixed. I know. I noticed. Ik heb ook echt al 47 oak saplings, zo van, doing good. Alles is of te hoog, of mijn deur is te laag. Als mijn deur te laag is, ben ik fucked. Dus alles is te hoog. Simpel. Of, nee. Fish. Fine. Maar dat kan niet. Je kan geen stairs. Wat? Dus dan zou ik hier en dan hier stairs. Oké, ik dacht dat is. Zou ik, wat zeg jij, wooden stairs of cobblestone stairs? Dat ligt eraan wat voor type huis je maakt. Nou ja, het is indoor, zal het wel gewoon cobblestone mogen. Nou, je moet het zelf weten, Matt. Precies. Ik weet wat ik doe. Awesome. Maar die van mij wordt sowieso al een redelijk houten huis. Oké dan. Wat? I have decided. Good job. This is gonna take me a long while. Yep. Dat gaat me ook kool kosten. Dat is jammer dan. So be it. Doe iets aan je ingang.
doe het gelijk. Het zijn jouw zinnetje ingang doen. Kutstuk. Kut leven. Fuck it. Oh, echte haat van jou. Offend? Laat maar. I do not trust you anymore. Fucking stair-stopping retard. Stairs? What the fuck did I tell you? Stop being retard. Ik wil een Ow. Vantage point hebben om te zien of ik ergens bij Dark Wood kan komen. Of Dark Oak kan komen. Dat is eigenlijk hetgene nee, dat ik nu wil hebben. Maar om hier omhoog een sters te maken, moet het dus ondergrond hebben om sters te maken. Dus misschien wel. Oké. Had ik niet nog birch? We gaan dit gewoon doen. Kom je ook nog eens een keer die crafting bench ophalen of wat? Oeh, daar is misschien wel tijd voor, hè? Ja, ik kom eraan. Moment. Tijd. Dan moet je voor nu nog even doen met een kut-ingang van mijn huis. So be it. Ingang van Chris zijn huis. Volgende aflevering. aflevering 26. Hij is bezig met... de aflevering laatste 26. Part... Chris, fix je... Doei. Ja. Waar is mijn crafting table? Waar? Jij zeurt over mijn crafting table. Waar de fuck is je crafting table? Gast, die staat daar. Oh. Die staat nog steeds daar. Kijk, maar jij hebt tenminste... Kijk, jij hebt geen dak boven je hoofd. Haha. Just you wait. Waarom zet hij die deur zo neer? Dat weet geen ik niet. Idee. Oh, wacht. Het komt er leuker op de pressure plate stond. Ja, het is stonker, by the way. Misschien moet ik... Misschien moeten we gaan pitten. Ik wil eigenlijk gewoon bone, maar ik ben er waarschijnlijk gewoon nog niet goed genoeg voor. Nope. Ik bedoel, oké, misschien heb ik ook nog te veel spullen bij. Damn it! Get the jump right. Yes, I got it. Ga dan slapen, hè? Ik lig al. En bij deze zeg ik tot ziens en tot de volgende aflevering. Vond je dit leuk? Geef een like, vond je het niet leuk, dan geef gewoon een dislike en stuffs en bla 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 bla. Ah! Verkeerde deur. Oké, doei.